geworven? Wat heeft 23 uur gebracht? Ja, verschillende dingen. Weer slechtere nieuws en weer wat beter nieuws. En ik hoop dat 2024 aardig beter gaat, ondanks alle oorlogen. En hoop dat die ophouden, dat er weer normale vrede op aarde komt. Wat ik wenste, heeft 23 me gebracht. Ja? Ja? Ik hoor een ander accent dan Heemskerks. Ja, ik is van Zuid-Afrika. En ons woont in Kaapstad. En ons is hier voor de kerstfeest. En om vertrouwen. How do I call you that? My fiancé. Om zijn ouders en kinders te zien. En ja, volgende jaar, 2024, gaan ons trouwen. Dit jaar is natuurlijk de verharding van de maatschappij natuurlijk. De oorlogen en dat soort dingetjes. Ja, dan denk ik bij mezelf, je moet koesteren wat we hebben met z'n allen, jongens. Ja. En trots zijn dat we hier in vrijheid en in rust en vrede mogen leven. Wat heeft 23 uur gebracht? Vooral nieuwe uitdagingen op mijn werk. Dus een andere werkplek. En voor de rest heel veel plezier met familie en met het gezin. We hebben een nieuwe kat mogen ontvangen bij ons. We hebben ons huis praktisch af. Nou, ik doe heel veel met paarden. En ja, ik mag weer paardrijden op een pony die bij ons thuis staat. Bij mij thuis staat, dus daar ben ik heel blij mee. En zijn er bijzondere zaken waarvan je zegt, nou, dat heeft me wel geraakt dit jaar? Nou, privé niet zozeer, maar meer dingen gewoon in de wereld gebeuren. Gewoon de oorlogen die me niet ophouden. De mensheid die me niet lijkt te leren van alle fouten van het verleden. Het heeft wel moois gebracht, maar ook heel veel rouw, verdriet. Ik ben mijn vader verloren eind 2022. Dus heel veel rouwverwerking. En het heeft wel heel veel dingen, mooie dingen gebracht, maar ook heel veel dingen weggenomen. Ja. En daaraan denkend, wat gaat dan 24 voor u brengen? Ik hoop dat het wat lichter gaat worden en wat makkelijker gaat worden voor ons allemaal, voor de mensheid en voor ons. En wat heeft u bijzonder geraakt dit jaar? Ik heb een kleinzoon gekregen. 24 gaat mij heel veel positiviteit, trotsheid op mezelf. En ik ga eigenlijk proberen om dat te delen, zoveel mogelijk te delen en uit te stralen naar de rest van Nederland. En wat gaat 24 voor jullie brengen? Ik hoop meer veel genieten. Van? Alles. Kleine dingetjes. Geniet in het leven. Gewoon genieten. Ja, meer genieten. Ja. 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 En jij gaat genieten van je pony? Paarden, ja. Van je paarden. Ja. En ik, als die pony niet meer kan rijden, dan mag ik een eigen pony waarschijnlijk. Oh, ik zie al een klein stootje in je rug. Wat heeft 23 jullie gebracht? Nou, toch wel tevredenheid. Hè? Tevredenheid, ja. Jawel, wij zijn best wel tevreden. Ja. Op alle punten eigenlijk. Dat struilen jullie ook wel een beetje uit. Wij zijn ook best wel gelukkig. Ik ben 89 geworden, dus... Volgend jaar zijn we 60 jaar getrouwd. Dus dat is meteen al de antwoord op mijn vraag van wat gaat 24 jullie brengen? Een groot feest. Een feest, ja. Feest, hoe weten we nog niet, maar dat was wel een feest. 2024 gaan we dus verder met ons huis en tuin. Dus dat moet dan af, hè? Ik bedoel. verder. We hopen wel een beetje mooi weer, een beter weer. Dus we denken dat we. Ja, we hebben een camper, dus we willen graag op stap op de camper. Richting Italië, denk ik. Of Italië, denk ik. Ja, dan gaan we lekker. En dan gaan we heerlijk met de camper op stap. En dan gaan we het heerlijke weer, gaan we lekker van het weer genieten. En dan nemen jullie de herfst die wij nu al 3 maanden hebben, nemen jullie mee? Die nemen we niet mee. En als ik dan doorkijk naar het nieuwe jaar, dan zijn er wel verwachtingen voor 24. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat problemen opgelost worden. Maar dat zijn te veel uitdagingen, denk ik. Dus voor de wereld zie ik nog wel veel uitdagingen in het verschieten. En als ik hem weer klein maak naar de uitdaging op het nieuwe werk? Nou ja, daar zijn zeker nog genoeg dingen om aan te werken. Ja, dat klopt wel. Ja. Met heel veel vrienden en familie? Met familie, vooral met familie. Ja.
Oké. Okay. 60 jaar getrouwd. En buren, dus... Nou, voor mij is dat geen probleem. Dat is geen probleem met deze vrouw naast die. Nee, dat weet ik niet, hè. Want ik heb wel de kroet om, hoor. Ja, toch wel. Ja. Nou, misschien is dat ook de redding van het huwelijk geweest. Ja. Af en toe moet ik weer eens krachtig protesteren en zo. Ja. Maar goed, dat houdt elkaar scherp. Ja. En ik hoop met u mee dat alles beter mag worden in 2024. Absoluut, daar gaan we voor, toch? Dus ik wens iedereen heel veel gezondheid en geluk toe. Ja. En een heel fijn 2024 met een heel mooi feest. Ja, dank u wel. Dank u wel. We hebben ons best voor. En jullie ook allebei, ook voor jullie familie. Ja, dank je wel. Oké, fijne dag.